Kijkers, van harte goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent wordt gelegd op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Het lukt de regering uitstaande internationale obligaties te herstructureren. Tweede Meso American and Caribbean Hydrographic Commission meeting in Suriname van start. En Diaspora Instituut Nederland blijft zich actief inzetten voor Suriname. Na 3 jaar onderhandelen is de regering gelukt om de uitstaande internationale obligaties te herstructureren. Mede door de recente schuldherschikking heeft een internationaal credit ratingbureau, S&P Global Ratings, de rating van Suriname positief bijgesteld van een selective default SD-status naar CCC+C. En Malti Dwarkasing, zij is administrateur-generaal van het bureau voor de staatsschuld, legt in simpele woorden uit wat deze herstructurering inhoudt, waarom het belangrijk was en hoe dit de staat en de samenleving ten goede zal komen. In 2016 en in 2019 is Suriname naar de internationale kapitaalmarkt gegaan en heeft 2 leningen daar aangegaan. In 2016 was die obligatielening 550 miljoen. En in 2019 hebben we nog een obligatielening genomen van 125 miljoen. Ik moet wel zeggen, dus totaal kom je op 675 miljoen aan schuld. De rentevoeten van deze 2 schulden waren heel erg hoog. Van die eerste schuld van 550 miljoen was de rentevoet om en bij 9,25%. En op de tweede schuld was die rentevoet 9,9%. En als je niet op tijd betaalt, dan moet je nog, was de rentevoet 12,9% geworden. Dus toen Suriname in die financiële crisis terechtkwam, in 2020, konden we op een gegeven moment deze schulden niet meer betalen. De rente op deze schulden konden wij niet betalen en de overheid moest stoppen om de rente te betalen. Waarom? Als de overheid gewoon zou betalen, zou de overheid al haar inkomsten moeten uitgeven om schulden af te lossen. En u begrijpt, als de overheid dat zou doen, dat er geen geld over zou zijn voor andere uitgaven, salarissen te betalen. De overheid zou niet eens draaiende gehouden kunnen worden. Dus in 2020 zijn deze schulden niet meer betaald en ook een aantal andere schulden van landen zijn ook niet meer betaald. Omdat we dat gewoon niet konden doen, we hadden dat geld niet. Maar om te stoppen met betalen, dat is 1 manier om het aan te pakken, maar dat is geen oplossing. Je moet met de crediteuren aan tafel gaan zitten om nieuwe afspraken te maken, om ze uit te leggen waarom kunnen we niet betalen. We zijn in een financiële situatie, we hebben dat geld niet. En dus toen zijn we met de crediteuren aan tafel gaan zitten. Ik moet wel ook erbij zeggen dat omdat we in een IMF-programma zitten, heeft dat eigenlijk wel geholpen om met crediteuren een deal te sluiten om te komen tot nieuwe afspraken hoe we gaan betalen. Maar dat is in principe herschikken. Met deze crediteuren, de bondholders noemen we ze, zijn ook de grootste crediteuren van Suriname. Het heeft 3 jaar geduurd om te komen tot een overeenkomst met ze. Het heeft dus heel lang geduurd. Het heeft ons heel veel moeite gekost om een deal met ze te sluiten, dat datgene wat we wel kunnen betalen, dat ze ons daarin tegemoet komen. En hoe zijn ze ons tegemoet gekomen? Dus die totale schuld is op een gegeven moment opgelopen tot 912 miljoen US dollar tot en met begin november dit jaar. Dus van die 675 miljoen is die schuld opgelopen naar 912. En het verschil zijn allemaal achterstallige rente die wij niet konden betalen. We zijn met ze overeengekomen om een deel van die schuld kwijt te schelden.
En die schuld is dan teruggebracht tot $660 miljoen. Die $660 miljoen gaan we vanaf volgend jaar beginnen te betalen. En de rentevoet hebben we teruggebracht van die 9% tot 12%. Hebben we terug kunnen brengen tot 7,95%. Waarbij we ze ook hebben gevraagd, luister, geef ons in ieder geval 3 jaren of 2 jaren de ruimte om minder rente te betalen. Dus van die 7,95% gaan wij om en bij 3,95% rente betalen volgend jaar in 2025. En dat restant bedrag aan rente gaan we gewoon op de schuld gooien. En vanaf 2026 gaan we dus meer rente betalen. En we beginnen af te lossen vanaf 2027. En omdat zij een stukje kwijtschelding hebben aangeboden, en dat is heel moeilijk gegaan om ze dat te vragen, van kan je alsjeblieft ons een deel van die schuld kwijtschelden. Dat is ook heel moeilijk gegaan, maar dat was ook becijferd in het IMF-programma, dat we toch een stukje kwijtschelding van ze nodig hebben. Maar voor deze crediteuren, ze zien Suriname niet als een arm land. Ze zien van, oké, jullie hebben nu financiële problemen, maar jullie hebben een heleboel olie. En op middellang termijn gaan jullie heel veel geld hebben. Dus ze zeggen van, oké, we willen jullie nu helpen. Maar wanneer die oliegelden binnenkomen, dan willen wij toch een vergoeding hebben van het bedrag dat we jullie hebben kwijtgescholden. In principe willen we dat bedrag eigenlijk terug hebben. Dus zo is die deal ook in elkaar gezet. Die deal is in elkaar gezet dat als wij uit blok 58, dat is maar 1 blok, offshore olie, als royalty gelden binnenkomen, dat Suriname eerst 100 miljoen voor zichzelf heeft en daarna uit die royalty gelden dat bedrag dat we ze hebben, dat we als vermindering van schuld hebben gehad, deze crediteuren dan terug gaan betalen met die gelden. En we hebben becijferd dat het bedrag dat wij ze zullen terugbetalen van alle inkomsten uit blok 58 om en bij 2% is. Want ze mogen alleen maar uit royalties gelden terugkrijgen. En de inkomsten van de overheid uit blok 58 houdt niet alleen maar in royalties, houdt ook in inkomstenbelasting, dividend. Dus ze krijgen alleen maar wel uit alleen de royalties gelden terug als vergoeding voor de schuldvermindering die ze ons hebben toegezegd en wat we ook zijn overeengekomen. Wat betekent het voor ons land? We zijn nog steeds in een financiële crisis. We komen langzaam eruit. We kunnen op dit moment niet veel schulden betalen, maar ik moet wel zeggen dat de schuldenlast nog steeds hoog is. In de komende 5 jaar betalen we aan totale binnen- en buitenlandse schulden tussen de $300 en $400 miljoen. Dat is heel veel. En nadien gaat het verminderen. Dus het geeft ons de ruimte om die schuldenlast die hoger was, om het omlaag te brengen. Om dan toch wel middelen beschikbaar te hebben voor sociaal programma. Om de overheid, voor sociaal programma, dat is heel erg belangrijk. Dat is een van de prioriteiten van de overheid. Maar ook om andere programma's uit te voeren, gezondheidszorg, onderwijs, al dat soort zaken, productiestimulering. Dat is een van de voordelen van die herschikking. De Maritieme Autoriteit Suriname in de hoedanigheid van het Nationale Hydrografisch Bureau treedt voor de 2e keer op als gastheer van de Mesoamerican and Caribbean Hydrographic Commission en wel voor de 24e meeting. Een aantal vertegenwoordigers en deskundigen van kuststaten van de Internationale Hydrografische Organisatie zijn voor deelname aan deze belangrijke vergadering naar Suriname afgereisd. De kick-off heeft op 12 december plaatsgevonden op het terrein van de MAS. En de vergadering werd gehouden in Hotel Terrarica en is vandaag 15 december afgesloten. Thank you.
Dit is de 24ste keer dat we deze vergadering houden. En ik moet een stap terug maken. De eerste keer was in 2017. Dat we dan eigenlijk een soortgelijke vergadering. Dat was dan niet die MEC, maar een andere vergadering. Dus eigenlijk hebben we nu de derde keer een vergadering van de Internationale Hydrografische Organisatie georganiseerd. En waarvoor staat die IHO? Kijk, u moet het zo zien. Dat alle goederen die we in Suriname gebruiken, 90% daarvan wordt via het water vervoerd. En dat is ook wereldwijd zo. Maar voor een veilige transport van al die goederen over de waterwegen heb je informatie nodig. Je hebt goede kaarten nodig dat de schepen veilig kunnen varen. Want je kan niet overal op de zee, niet overal op de rivieren kan je varen. Dus het doel van de Internationale Hydrografische Organisatie, die nu meer dan 100 jaar bestaat en waarvan Suriname lid is, is om standaarden te ontwikkelen hoe de rivieren te meten, hoe de zeeën te meten en daaruit voortvloeiende om kaarten te maken. En dat noemen we dan de zeekaarten. Om die informatie te geven aan de zeevarenden dat ze weten waar het veilig is om te varen. We hebben dus hier een van de regionale organen van de Internationale Hydrografische Organisatie. Dat is dan die MEC, de Meso-American and Caribbean Hydrographic Commission vergadering. En Suriname host dus deze vergadering voor de tweede keer. En wij doen deze vergadering omdat u ziet, we hebben meer dan of rond 80 participanten over de hele wereld zijn hier vergaderd in Suriname. De komende 4 tot 5 dagen zijn ze hier. En dan zullen ze delibereren over de zaken die nog gedaan moeten worden. We zijn bezig met de productie van elektronische kaarten. Papieren kaarten zijn aan het verdwijnen. We hebben ECDIS, dat is dan de chart display aan boord van de schip. Dus al dat soort van zaken worden besproken op deze vergadering. Omdat we dan samenwerken. We hebben de voorzitter van deze organisatie is nu mijn collega van Engeland, hij is ook hier. We hebben andere landen van het Caribisch gebied, die zijn ook hier. Omdat we samenwerken met elkaar. Dus dat is het eigenlijk waarvoor we hier zijn. En we zijn blij met de media-aandacht, dat jullie er ook bij zijn. Want ik moet u zeggen dat veel mensen weten niet wat hydrografie is. Maar hydrografie is niets anders wat ik heb aangegeven. Het meten van het water. De rivieren, de waterwegen. En als je dat hebt gemeten, dan krijg je, eigenlijk ga ik jullie allemaal vandaag, gaan jullie krijgen voordat jullie vertrekken, een getijtafelboekje. Want in zo'n getijtafelboekje zetten we de informatie die we hebben gemeten. Dan voor volgend jaar, dat is, ik ga jullie geven ons getijtafelboekje van 2024. Dan kunt u op dagbasis, op uurbasis, kunt u weten wanneer het hoogwater zal zijn, wanneer het laagwater zal zijn. Dit jaar hebben we gehad in Suriname 2 cruiseschepen. Die cruiseschepen zijn gekomen omdat we de rivier hebben gebaggerd. En ze hebben die informatie en ze weten ze kunnen naar Suriname komen en ze kunnen weer veilig varen. Ze kunnen weer veilig vertrekken. Wat we ook nu zien gebeuren, er is heel veel exporten van steenslag, van grind nu naar Guyana. Omdat we de rivier hebben gebaggerd, er was in het begin wat kleine issues die we nog moesten regelen. Maar we hebben een faciliteit gecreëerd voor bedrijven zodat men kan exporteren. En daarom, en dat is eigenlijk een van de belangrijkste zaken van hydrografie, is eigenlijk het faciliteren van die economische ontwikkeling. Die economische bedrijvigheid. Ik heb genoemd cruiseschepen die komen. Ik heb genoemd steenslag welke wordt geëxporteerd. Alles wat we doen gaat via het water. En daarom hebben we gezegd, een aantal jaren terug, toen had ik nog niet zoveel grijze draden, van de toekomst van Suriname ligt op het water. En u heeft gezien ook, alles wat er gebeurt, we hebben nu olie gevonden op zee. Om die olie te vervoeren, die productie ervan, heb je hydrografie nodig. Want je moet weten, hoe vaar ik naar die boortorens, hoe vaar ik in dat gebied. Dus dat is een van de belangrijke werkzaamheden van de MAS. En daarom hosten we ook deze vergadering. Dat die vergadering wordt in Suriname gehouden. We worden op de kaart geplaatst. En daarmee gaan we dus verder met de ontwikkeling van het land. We are here as
representatives of the International Hydrographic Organization, which is an intergovernmental organization which was created in 1921, I'm saying 102 years ago, in Monaco, in the Principality of Monaco, thanks to the hospitality that was offered to us by the Prince Albert I of Monaco at that time. We have now 99 member states, and we're trying to get the magic number of 100, and our main mission is to make navigable and charted all the waters in the world through the standardization of our products. I mean the maps, the nautical charts, the electronic nautical charts, the paper charts, and not only the ocean, but also all the internal waters. And for doing that, we have a proper organization in Monaco composed of an assembly, which is the most important organ of the IHO, a council, so a structure very similar to the bodies of the United Nations. And then we have two main committees, one responsible for the coordination of all the activity of the program, and the other one responsible for the technical part of the organization, I mean the standards and all the other products and services. We didn't choose Suriname, it was Suriname to propose itself, and that was not welcome, but very much welcome by the region, because Suriname is a prominent nation in this beautiful region of Mesoamerican and Caribbean. And this is a meeting of the Regional Hydrographic Commission of this specific area of the world. In our organization, we have 15 plus one Regional Hydrographic Commission. The plus one is the one related to the Antarctica, because the Antarctica is territory of everybody and not of any particular state having rights on the continent. And the other 15 are linking together, are connecting together all those coastal states, member of the IHO and non-member of the IHO yet, to having the same interest in hydrography, in cartography, in mapping the ocean, and in all other challenges, which are the challenges of our organization. En tot slot, het Diaspora Instituut Nederland blijft zich actief inzetten voor de ontwikkeling van Suriname door samenwerking tussen Surinamers lokaal en Surinamers in diaspora. Een van de initiatieven om gezamenlijk projecten tot stand te brengen is het Diaspora Seminar, waarvan op 21 december aanstaande de tweede editie plaatsvindt, het Diaspora Seminar Winawang 2.0. Din voorzitter John Breuster kijkt uit naar dit moment, waarbij de 10 bouwstenen die na de eerste editie in augustus waren aangedragen, diepgaander besproken zullen worden. Wij spraken hem via Zoom. De naam verklapt het al, eigenlijk 2.0. Dat betekent dat er dus al een eerdere seminar gehouden was, waarin wij, ik dacht in augustus van dit jaar, hebben we dus de eerste seminar georganiseerd in de Mingle, waar een stuk of 400, 500 man aanwezig en ook nog een stuk of 600 tot 700 online aanwezig. Daar hebben we samen met een paar high-level sprekers in de panel zijn gekomen tot een 10 bouwstenen. Bouwstenen die wij aan de regering willen overdragen, in ieder geval.
ging om bouwstenen voor een diaspora. Dit is dus een follow-up daarbij. Wij hebben daarna ook nog enquêtes opgestuurd. Mensen hebben dat ingevuld. En daaruit bleek wat de diaspora en de Surinaamse gemeenschap belangrijk vindt als het gaat om diaspora engagement policy. Dat hebben we verwerkt. En de bedoeling van de diaspora of de seminar 2.1 is dat we de verdieping ingaan en die 10 bouwstenen tot concrete, uitvoerbare, direct uitvoerbare projecten maken. Morgen 15 december vertrekt een van de bestuursleden al naar Suriname, mevrouw Uriel Sabayo. Die zal ook aanwezig zijn op de seminar. En zij gaat dan meehelpen om de seminar 2.0 te helpen organiseren. De voorbereidingen zijn voortreffelijk. We ontmoeten elkaar elke vrijdag zitten bij elkaar om bestuurszaken te bespreken en praten met elkaar. En we komen binnenkort met het plan 2024, wat we allemaal op de planning hebben. Wanneer u zegt seminar, dan wordt er altijd gedacht, of dan is het de bedoeling dat we grote sprekers hebben, zoals we dat hadden bij de seminar 1.0 Winawang. Maar de seminar van 21 augustus gaat echt om het verdiepen, het verwerken, het uitbreiden en in ieder geval het project zo toepasbaar mogelijk te maken, of de punten, de bouwstenen, zo toepasbaar mogelijk te maken. Wat wij hebben gezegd is dat 21 december een heel andere seminar is. Dat betekent dus dat wij niet heel veel tijd gaan besteden aan sprekers, maar eigenlijk is het een verdieping van wat wij augustus hebben, dus het seminar van augustus hebben gehad en de 10 bouwstenen naar boven kregen. Bekende sprekers, als u namen vraagt van spreker, is natuurlijk de directeur van de Diaspora Instituut, de heer Armaketo. Uriel van de Diaspora Instituut in Nederland zal ook een kort woordje doen. Winston van TAPTU gaat ook een kort, Winston Wilson gaat ook een kort woordje doen. En we zitten op 2 locaties, dus zodra wij van de locatie bij de Limapo, dus een oud ambassadegebouw, de verdieping hebben gehad, komt de presentatie, dus de werkelijke panelgedeelte, steken we gezellig met elkaar over naar het Bibesgebouw. De minister ontvangt de hele groep die daar is in een grote vergaderzaal van het ministerie. En daar gaat de minister natuurlijk, minister van de Bibes, meneer Randin, ons toespreken en aanhoren wat er uit de seminar is gekomen, of in dit geval uit de verdiepende workshop zijn gekomen. De bedoeling is nogmaals dat we concreet willen worden. Dus de 10 punten van met elkaar bediscussiëren. En geen panel die erover gaat praten meer, maar de Surinamer zelf gaat nu richting geven aan hoe en wanneer en op welke manier de 10 bouwstukken of bouwstenen verder verwerkt moeten worden. We zijn nu bijna, ik durf het te stellen dat we nu bijna elke dag in contact staan. Als het niet via de app is, is het via een telefoontje of via een Zoom-meeting zitten we in contact. We geven elkaar contacten. De mensen die ideeën en projecten hebben, sturen we gelijk door naar elkaar. Dus de samenwerking is geïntensiveerd. We merken dat TAPTU het heel goed oppakt eigenlijk. En heb ik al net benadrukt dat de public-private samenwerking de ideale samenwerking is. Heel snel korte lijnen en dingen worden heel snel uitgevoerd. Ja, inderdaad. De samenwerking is door dit allemaal heel intensiever geworden en vooral constructiever. Wat wij ook gaan doen 21 december is dat wij een pagina gaan lanceren waarbij we aan zullen geven hoe, waar, wanneer en hoe u zich kan aanmelden voor de eerste grote Homecoming Summit in Suriname. Dus de bedoeling is dat we alle diaspora overal in de wereld tegelijk op 1 plek zouden willen en dat is in Suriname. De diaspora die al in Suriname is op vakantie vragen we om 3 dagen van hun vakantie te besteden aan een soort van giving back.
Er zijn heel veel activiteiten die we plannen. Er zijn heel veel workshops en projecten die we samen gaan doen. Maar om het simpel te maken, we vragen gewoon, als je al in Suriname bent, laten we gezamenlijk met, dus zoals we zeggen, Winawang, samen een klaslokaal verven, samen een boom planten of een paar bomen planten. Het zijn heel simpele, maar echt dingen die ervoor gaan zorgen dat we echt Winawang worden, dat we echt één worden en gezamenlijk verder kunnen. Er komt natuurlijk ook een matching. Er zijn grote bedrijven zijn die hun vacatures willen presenteren en grote gesprekken over, veel gesprekken over hoe verder met Suriname. Maar het is de eerste Diaspora Homecoming Summit en de pagina wordt dan ook gelanceerd op die dag. We zijn weer gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht en een goed weekend toegewenst. Goedenavond.